Dan verklaar ik de heer Wilfried van Dalen verkozen tot voorzitter van het Vlaams parlement. En ik verzoek Wilfried van Dalen hier om op het sprekersstoeltje te komen plaatsnemen. Dank u wel, dames en heren, collega's. Ik neem plaats in deze stoel met gemengde gevoelens, maar een eer om uw voorzitter te mogen zijn is het zeker. Hè. Dank aan mijn partij, de N-VA, om mij deze uitzonderlijke functie toe te vertrouwen. Er zijn hier zeker collega's met evenveel en meer verdiensten dan ik, die het minstens even goed zouden doen. De voorbije dagen waren bijzonder slopend en tonen nog eens aan hoe kwetsbaar wij allemaal zijn. Ook al is het misschien voor een korte periode, ik zal mijn uiterste best doen om met jullie allemaal, met de verschillende fracties, zo goed mogelijk samen te werken. Ik ben hier als parlementslid wel eens scherp uit de hoek gekomen, maar ik besef uiteraard dat een voorzitter een andere rol heeft, die van bruggenbouwer in het spoor van Jan Peumans. Hij is hier, geloof ik. In het spoor van Jan Peumans is het mijn bedoeling om elk parlementslid over de partijgrenzen heen correct te behandelen en zijn of haar ding te laten doen. Ik heb ook andere goede voornemens gemaakt, maar ik ben al direct in de fout gegaan. De meesten van jullie weten dat ik een bijzondere vorm van humor heb. Cynisch provocerend, er ver over soms en daardoor in de ogen van sommigen is dat eigenlijk helemaal geen humor. Is dat niet humoristisch, is dat gewoon chockerend. Zij hebben gelijk, het kan kwetsend zijn. Ook al is dat nooit zo bedoeld. Wel nu, ik heb al onze fractieleider Matthias plechtig beloofd dat ik me op dat gebied zal gedragen. Sorry voor dat kleine foutje van daarnet. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.